Manfred de Graaf is overleden. Manfred de Graaf. Dus die is overleden. 79 jaar geleden. Hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag vrijdag. Ik ben weer met de vlog. Ik ga zo even naar de winkel. Ik ga even naar vloggen dat ik naar de winkel ga. Ik ga niet binnen in de winkel vloggen, want dat is daar niet toegestaan bij de Jumbo. Dus ga ik even boodschapjes doen. Wat even gebeuren. En ook even eten hebben en zo. Dus dat moet even gebeuren. Vandaag gedaan, vandaag heb ik gewerkt. Achter Digi. Weer wat voor displays gestikt. Moest even in dit display en zo, geurdingen en zo. Dus moest ook even gebeuren. Dus dat weer even drukte van belang. Dus dat moest even allemaal even gebeuren. Dus voor de rest hele week gewerkt. Niet vrij gaat. Ja, ik heb dus kerst opnieuw heb ik 14 dagen vrij. Zo een hele camera. 14 dagen vrij, dus ik heb kerst opnieuw. Dus dat is even leuk. Dus dan heb ik er weer een vrij. Dus, 7 januari moet ik weer beginnen. Dus dan moet ik weer beginnen met werken. Pas je me neer, want de telefoon is leeg. Hij is vannacht leeg gegaan. Morgen om 4:15 werd ik wakker. Toen was de telefoon leeg. Hij is niet helemaal volgeladen. Dus ik ga de telefoon even hier thuis. Ik kan even opladen. Dus. Dus een boodschapje doen. Dus heel leuk gewerkt. Dus 21 december is mijn laatste werkdag. En dan moet pas zo januari weer te beginnen. Dat is altijd wel leuk even. Dus in werk. Vier dagen vrij. Dus. Ga ik naar de winkel. Even kijken. Een berichtje. En een mailtje gestuurd. Ik heb een mailtje gestuurd. Nou fijn. Dus naar de winkel. Naar de winkel. Zullen we lekker even naar de winkel. Zo, naar de winkel. De Jumbo ga ik even heen. Dat is wel leuk om naar de Jumbo toe te gaan. De rest, allemaal vlogs op mijn kanaal. Hè. Mijn kanaal heb ik nu omgedoopt tot een vlogkanaal. Dus ik denk dat jullie dat wel in Jumbo. Ik denk dat jullie. Ja, en verderop is het donker, dus heeft geen zin om dan in het vloggen. Het is nog het licht, maar fijn. Het heeft dan geen nut om te vloggen natuurlijk. Maar in de winkel mag ik niet vloggen helaas, dus dat gaat helaas niet door. De telefoon heb ik thuis, want er zit niet veel power meer in de batterij. Maar fijn, dan gaan we nu naar Jumbo. Dus ik zie jullie me zo weer even. Geweest en nu naar weg. Naar huis weer. Ik heb eten gaan, drinken en zo. Dus dan zie je me zo thuis, want in donker filmen dat is toch niks. Dus, dat is twee keer niks. Dus dan zie je me zo weer in thuis natuurlijk. En even lekker eten en zo. Dus dus dan zie je me zo weer thuis, denk ik wel weer. Mooi weer, helder. Dat kun je zien natuurlijk. Maar deze kamer kan niet in het donker filmen. Dat gaat niet. Wel een beetje jammer, maar fijn. Valt dan zie ik je zo weer thuis. Zo weer thuis jongens, een boodschapje gedaan. Even eten en zo, drinken. Shit, ik heb een melk gegeten. Vanmorgen van Brenta. Ik gegeten. Nou ja, maar fijn. In ieder geval, dus thuis. Zonder lekker eten. Dus dat is een douche. Manfred de Graaf is overleden. Manfred de Graaf. Dus die is overleden. Ja, Manfred de Graaf, die had oftewel kanker had hij. Volgens mij de prostaat zo, geloof ik. Was al enige tijd ziek, maar hij wou het niet naar buiten brengen. Maar
Nu is hij toch overleden, dus. Van Zegzaaf, ik weet niet of jullie dat kennen, Zegzaaf vroeger. Ja, nu nog een andere versie, maar de oude versie, daar speelde hij in. Was gaaf, 79 jaar, is overleden dus. Had kanker, dus K, netjes te zeggen. Prostaat, dus hij is overleden. Dus ja, jammer trouwens, maar fijn. Ook Sjoukje Hommeijer is gewoon ook overleden, hè? Die had, was zo ziek, geloof ik. Niet zo lang geleden, die ook overleden. Dus ja, het is jammer eigenlijk, maar fijn, ja, het is toch gebeurd, ja. Hoe moet je dat doen? Eigenlijk, ja, kan je niks doen, hè? Maar fijn, ja, je wordt niet allemaal 100, hè? Dat is, ja. Tuurlijk, ik wil ook dat ik 100 word, maar ja, dat kan ik nu niet zeggen. Dat heb je niet voor zeggen. Dus, ja, afwachten. Hoe oud je wordt natuurlijk, hè? Maar fijn, dat wil ik natuurlijk niet weten natuurlijk nu, hè? Dat hoe oud ik word. Dat wil ik nu niet weten. Maar fijn, Manfred gaat dus overleden. Dus, ja, het is jammer. Maar fijn, 79 jaar, bijna 80. Maar fijn. Kijk, de lamp is hier. Heb ik wat rijden gedaan. Die gaan automatisch aan, dus dat is even leuk. Ik denk, ja, ik weet niet hoe laat ze aangaan eigenlijk. Ik weet ook niet. Wanneer ik ze uit gaan automatisch aan en uit, hè? Dat is, dat is allemaal even leuk. Dus. Maar fijn, ja, vlogkanaal, volledig vlogkanaal is dit. Cornelis Vlogs. Ja, vroeger weer om kookvlogs. Vroeger een van jullie weer om, maar dat gaat helaas niet meer gebeuren. Dat heb ik bewust zo voor gekozen. Omdat ik, ja, de tijd heb ik daar niet voor. Ik mag graag koken, maar dat weet ik ook. Maar ja, ik heb daar eigenlijk geen tijd voor, het weekend eigenlijk niet. Dus ja, dat is nu gebeurd, ja. Het is jammer, maar fijn. Daar kunnen we lang en breed over praten. Peter. Kijk, lekker pepernoten. Dus ja. Geen melk meer, hè? Nee. Moet je nog snel weer een dubbel van melk. Dus ja. Dat is vol. Ik zei dus, daar kunnen we lang en breed over praten. Maar de kookvlogs zijn verdwenen. Ik maak alleen nog vlogs op maandag en vrijdags. Dus maandag komt er weer een vlog. Dus dat is heel leuk. In ieder geval, dus ja, de vroeg, Sineke of zo. Die vroeg, ja, je vroeg, komen kookvlogs, maar die komen er helaas niet meer. Zoals nu staat. Maar ja, ik heb er nu even geen tijd meer voor. Dus dat is een jammer, maar fijn. Groenvlogs zijn ook leuk, hè, natuurlijk, hè. Dus maandag en vrijdags. Ik weet niet als er op meer dagen vlogs komt, maar voorlopig op maandag en vrijdags komt er een vlog van mij online op mijn kanaal. En ja, fietsvlogs, ja, dat is voorlopig van de baan. Ik doe mijn best om dat ook weer voor me te krijgen van de zomer. Maar fijn, ik moet eerst zien hoe alles gaat lopen natuurlijk. Hè. Vakanties weet ik ook nog niet. Hè. Ik heb een vriendin. Ik weet nog samen op vakantie gaan, maar daar zijn we nu nog niet uit. Dus dat hoop ik wel weer even. Maar ja, dat weet ik dus nu momenteel niet. Ik kan momenteel even niks zeggen natuurlijk. Hè, wat volgend jaar gaat gebeuren en zo. Maar fijn, dat gaat zeker wel weer goed komen met vakantie. Maar misschien wordt het een vliegreis. Maar daar zijn we nog niet uit. Dus dat. Het is nu donker buiten, hè? Ik heb hier een donkere gevlogd. Maar ja, dat was niet dat denderd. Alleen bij die houten brug daar. Bij de houten brug. Ja, daar heb ik alleen gevlogd. Ik hoop jullie dat jullie het goed konden zien. Maar fijn. Ik ga deze vlog weer sluiten. Ik hoop dat jullie weer een leuke vlog hebben gevonden. Van het weekend. Wat ik heb van weer doen. Ja, vanavond komt mijn vriendin weer. Morgen vroeg naar moeder toe. Morgenmiddag naar mijn broer toe. Moet ik hem helpen met de deur. Met de kamerdeur. Dus van het weekend leuke dingen te doen. En maandag ben ik weer met de vlog. Dus gaat zeker een goed komen. Zeg dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer leuke video's. En volg mij op Instagram en Facebook. En ik zie jullie natuurlijk aanstaande maandag weer terug met een nieuwe vlog. Doei!